Het heeft de hele ochtend geregend. Dus het is nogal een challenge om door de blubber en in de modder op tijd bij de begrafenis te komen. Ik kom voor ons, Joffre en Mathia. Nou, we hebben net Maria begraven. Bijzonder meisje, ze is 13 jaar geworden, maar een zwaar leven gehad. Een aantal keer opgenomen geweest op de afdeling bij ons. En ja, toen dachten ze, neurologische problemen, hoevers, lever, en ze konden maar niet achterkomen. Op een gegeven moment was ze helemaal verlamd. Uiteindelijk kon ze toch weer lopen. Ongelooflijk hoe sterk dit meisje was. En ja, het gemis is heel groot voor de familie. Het was altijd zo'n vrolijk meisje. En ik ben heel dankbaar dat zij ook op mijn pad is gekomen. Want altijd als ik daar langs kwam, dan welkom door Maria. En het is allemaal nog een beetje onwerkelijk. Maar het was wel een hele mooie begrafenis. Nou, je gaat ook naar school. De eerste klas van de middelbare school. Echt een bruttype wordt ze. Natuurlijk moeten we weer van alles mee. Matrassen, koffers, suiker, pennen, potloden, boeken. Goed lach. Have fun. Don't be nervous. We'll be fine. En drive safe. Bye. Jeetje. Yeah.